Goeiedag, welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een reading voor het teken van Weegschaal. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken na. Het is een algemene reading, dus ga kijken wat eruit mag komen. Ja, ik ben ook actief op TikTok. Wil je me daarop volgen? Ga dan naar ReVibes met 3 S'en. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.revibes.nl. Ben je nog niet geabonneerd? Druk op de rode abonneerknop en gelijk op het belletje. Want zo mis je geen reading, blijf je altijd up-to-date. Hoe mooi is dat? Ga eens kijken, Weegschaal. Wat mag ik ontvangen? Dat zijn er heel veel. Even terug doen. Wat mag ik ontvangen voor de lieve Weegschaal? Oeps, dat zijn er al 2. Transformatie en zing je eigen lied. Oh, dat zijn er 3. Voel je thuis. Dus waarin kan je je thuis voelen? Er is iets waar jij jezelf in mag gaan transformeren. En daarbij ook je eigen lied mag gaan zingen. Dus transformatie is mooi. Alleen het kan voor jou soms lastig zijn om je misschien thuis te voelen. En je eigen lied te zingen. Maar door je eigen lied te zingen en je thuis te voelen in deze situatie waar je in zit, zul je zien dat jij gaat transformeren naar een prachtige vlinder. En mensen ook tegen je op gaan kijken. Dus het kan zijn dat je je hebt verstopt. Dus het is belangrijk om in deze situatie waar je in zit, jezelf thuis te voelen. Je hebt jezelf gemakkelijk te maken. Je eigen lied te zingen. Jezelf te laten zien voor wie je bent. En daarmee ook te transformeren. En daarmee eigenlijk ook anderen. Wauw. Ik ga eens kijken wat ik mag ontvangen van de tarotkaarten. Wat mag ik ontvangen voor de lieve Weegschaal? Heel veel. Ga ze even pakken. De hermiet. Ja. De 4 van het zwaarden. De 3 van het staven. De 9. Ja. Wat ik voel is dat je erg. Ik ga ze even een beetje goed neerleggen. Zodat ik jullie het ook kunnen zien. Beetje zo. Het is soms een beetje puzzelen, maar even kijken. Wat ik zie is dat je in het verleden heel veel verantwoordelijkheden hebt gekend met de 9 van staven. De 9 van staven is iemand die en maar doorgaat, en maar heeft gewerkt, en maar eigenlijk zichzelf staande proberen te houden. Het is belangrijk om dat los te laten, want het kan zijn dat je echt wel gewond bent geweest. Dus ook emotioneel. Mensen hebben misbruik van je gemaakt, laat ik het zo zeggen. En dat is pittig, want als je in deze situatie zit met deze 2 energieën, kan het heel goed zijn dat je jezelf hebt afgesloten. En jezelf op onderzoek bent gegaan. Waarom dingen zo zijn gegaan. Waarom mensen dit bij jou hebben gedaan. Waarom bepaalde situaties zo zijn geweest. Het kan zijn dat je echt op zielsonderzoek bent gegaan. Of het is eigenlijk tijd om dat te doen. Het kan ook zijn dat je cursussen hebt gevolgd om jezelf misschien beter te gaan begrijpen. Wat ik zie is dat je wel een keuze hebt gemaakt. Dat je onderzoekend bent geweest en eigenlijk een avontuur wilde aangaan nadat jij dit eigenlijk hebt meegemaakt. Dus ik zie wel dat je veel zelfkennis hebt opgedaan nadat dat je jezelf heel erg staande hebt moeten houden. Wat ook belangrijk is met deze kaart, dat je gewoon ook ziet hoe jij al bent gegroeid. Dus dat wil ik je wel echt meegeven. Je ziet hier die toren en je ziet hier eigenlijk al die emoties. En je ziet hier dat je misschien verstrengeld bent geraakt in bepaalde situaties waar je misschien zelf geen invloed in hebt gehad. Maar dat mensen misschien misbruik van je hebben gemaakt. Mensen zijn in je hoofd geklommen en hebben geprobeerd om jou misschien van je stuk te brengen. En dat is gelukt, maar wat ik hier wel zie is dat jij een keuze hebt gemaakt om dat eigenlijk achter je te laten. Om bepaalde situaties achter je te laten, om eigenlijk te zien waar jij staat. Dat jij gewoon je misschien soms afsluit voor bepaalde situaties. Dat je gewoon een soort van evenwicht zoekt van waar sta ik, wat wil ik bereiken. En ik zie dat er een keuze komt waarin jij dus onderzoek naar gaat doen naar jezelf, naar inspiratie, wat jou gelukkig gaat maken. Dat er een avontuur komt of dat er iets komt waarbij jij nieuwsgierig bent, dat je je intuïtiviteit wat meer mag gaan onderzoeken. Wat je eigenlijk al hebt gedaan, maar nu nog meer. Dus nog scherper op jezelf en op mensen om je heen. Dat je dat veel meer gaat voelen. En wat ik daarbij voel en zie, is dat er dus iets op je pad gaat komen waarbij je iets kan neerzetten.
iets waar jij stabiliteit en waar jij zekerheid uit kan halen. Het kan ook een persoon zijn die op je pad komt die jij gaat onderzoeken, maar wel een persoon is die heel betrouwbaar is. Die niet heel snel is, maar wel heel stabiel en betrouwbaar. Dus er komt iets op je pad waarbij jij gewoon jezelf zelf misschien mag gaan vertrouwen, of de persoon die op je pad komt die jij mag gaan vertrouwen. Dus vertrouwen in jezelf. Even kijken. Ja, want je hebt veel meegemaakt. Dus je bent af en toe naar licht donker gegaan, is wat ik zie. Maar het is belangrijk om jezelf nu thuis te voelen. Ja, de ocean. Wauw, is dat prachtig? Je ziet natuurlijk hier die ocean. Wauw. Misschien is het de tijd inderdaad. Of is het soms af en toe eventjes voor jou belangrijk om een balans te zoeken. Jullie zijn natuurlijk weegschaal. Om eventjes naar het water te gaan. Om alle emoties die je hebt ook los te laten en vrij te laten. En dat heb je ook nodig, want je hebt veel meegemaakt. Het is tijd om die burdens, die emotionele beschadiging of hetgeen wat mensen jou hebben aangedaan, die steken in de rug of in je hoofd, of hetgeen wat ze je hebben aangedaan, om dat vrij te laten. Om eventjes naar je ziel te gaan en te voelen wat goed is voor jou. En daarom is het ook belangrijk om misschien af en toe even naar het water te gaan. Om die emoties vrij te laten en je af te sluiten. En gewoon dus te zien ook waar je al bent, waar je al staat. Eén kaart graag. En je eigen lied te zingen. En je thuis te voelen weer. Ja, en opportunity to forgive. En dat is mooi. Om jezelf te vergeven. Maar ook echt de personen die jou dit hebben aangedaan. Maar dit heeft wel moeten gebeuren. Want iedereen heeft karmische delen. En dat heb je ook meegemaakt. Heel veel is wat ik zie. Alleen dit is wel om jouzelf te beseffen. Dat jij misschien niet zo bent. Dat jij anders bent. En dat je gewoon jezelf ook mag gaan accepteren daarin. Zodat die negatieve patronen die je misschien hebt gekend in je leven mag gaan loslaten en daarmee andere kansen mag gaan aannemen, is wat ik zie. Om dus je rug toe te keren naar hetgeen wat je hebt meegemaakt. Om je dus niet meer te laten beïnvloeden, maar dat je zelf invloed hebt over je emoties en dat je daar onderzoek mag naar gaan doen. En ook daarmee een persoon op je pad kan krijgen, of dat je jezelf mag gaan transformeren om meer op jezelf te gaan vertrouwen. Want daarmee release je gewoon heel veel negatieve energie, is wat ik zie. En daarmee kan je jezelf weer ook opliften en komen er ook mensen op je pad die betrouwbaar zijn en die jou verder gaan helpen naar hetgeen wat jij graag wilt. Dit is wat ik voor je heb, lieve weegschaal. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like en druk op het belletje. Wil je me volgen op TikTok? Ga dan naar Revibes met 3 S'en. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.revibestarot.nl. Ik wens je al het goeds. Doeg!